In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan we op pad met verkiesbaren uit Altena. Dit keer met Bart Verkade van GroenLinks. Hij wil zich graag inzetten voor belangrijke thema's als ruimtelijke ordening, water en milieu. Waarom staan we op deze locatie? Ja, ik vind het een geweldige plek. Het is een hele mooie plek die geschiedenis ademt. Tussen slot Loevestein, de vesting van Woudrichem. En het is ook een leuke plek omdat het is opgezet weer door een aantal mensen gewoon uit de bevolking. Die hebben gezegd, we willen hier weer veel activiteiten. Behalve het oude voetveer wat we hier achter hebben. De oude voetveer van Janus Baks, tegenwoordig van Veerman Philip. Met hemel te betalen en weer. Ja, het voetveer is hier wel bekend in Woudrichem. Hoe belangrijk zijn die veren nou op provinciaal niveau? Nou, GroenLinks vindt ze ontzettend belangrijk. We hebben een voorstel, de Brabantse schone verenvloot, die willen wij verduurzamen. Wij willen zorgen dat die veren er sowieso allemaal blijven. En als er behoefte is aan meer veren, dat we dat ook nog stimuleren. Want die veren die zorgen ervoor dat mensen niet heel eind om hoeven te rijden met een auto. Of dat ze naar het werk niet lekker op de fiets de kortste weg kunnen pakken via het veer. Maar inderdaad dan in de auto moeten stappen. Mensen hebben vaak wel wat met de gemeente waarvan we de verkiezingen net achter de rug hebben. Waarom is die provincie nou zo belangrijk? Nou, omdat veel dingen die in de gemeente spelen, die spelen ook op provinciaal niveau. En de provincie die houdt ook toezicht weer op de gemeente, bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting. Wat zijn voor GroenLinks nou een aantal belangrijke punten op de agenda die Altena betreffen? Nou ja, GroenLinks, het zegt het al, we zijn groen, dus duurzaam en links en sociaal. En daarnaast voor het landschappelijke, en dan gaat het met name om hoe je het landschap zo inricht dat je er met z'n allen goed kunt leven, maar ook goed kunt recreëren, dat je schone lucht kunt inademen. Dat ook de agrarische sector, waar het kan, ook nog natuurinclusiever wordt dan zal is. Waarom is het zo belangrijk om op een lokale politicus te stemmen? Lokale politicus die kan in ieder geval het beeld vertalen van wat er hier lokaal leeft naar de provincie. Dus belangrijk dat je in ieder geval iemand hebt, en dan in mijn geval, die het groene en sociale geluid van Altena kan vertalen in de provincie. Het praten is mooi, goede idealen hebben is mooi, maar je moet ook dingen echt realiseren. En dat betekent soms ook dat je water bij de wijn moet doen.